je kijkt naar nieuwe vlog op kellykressen.nl. De back to school vlog, want morgen begint Lana weer op school. De lange zomervakantie zit erop en we hebben een superleuke zomervakantie gehad. Heel veel leuke dingen gedaan. Maar het is ook wel weer fijn om het normale ritme weer te hebben. Ik merk dat Lana er echt aan toe is, aan haar gedrag merk ik het. Ik merk dat de zusjes veel meer ruzie maken. Dat ze allemaal eigenlijk wel weer toe zijn aan het normale ritme en leven. Ik zelf ook, moet ik eerlijk zeggen. Wij zijn onderweg naar een verjaardag, of eigenlijk een barbecue. Dus dat is heel gezellig. Mijn ouders zijn aan het oppassen. En als ik straks thuis kom, ga ik alles klaarleggen voor Lana voor school. Dus dat laat ik dan zo ook nog even zien. Oh ja, vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik zie namelijk in mijn statistieken dat meer dan 50% die mijn vlogs kijkt niet geabonneerd is. Superleuk dat je kijkt. Echt, vind ik heel tof. Word ik altijd heel blij als ik zie hoeveel mensen er kijken. Ik vind dat echt een hele grote eer. Ik zou het heel lief vinden als je ook wil abonneren. Dan krijg je altijd een melding dat er een nieuwe vlog is. Het is gewoon gratis. En je maakt er mij ook super blij van. En zo wordt de Kellykressen family nog een beetje groter. Doe ook alvast een duimpje omhoog als je zin hebt in deze vlog. Dan gaan we nu snel verder. Bij Gemma en Elin, waar we de foto's terugkrijgen van de bruiloft en de video die ik voor hun gemaakt heb. En die hebben ze hier neergezet. Echt super leuk. Wij zijn weer thuis. Het was super gezellig. Ik ben nu aan het klaarzetten voor Lana voor morgen op school. Want het is morgen weer... Oh, ik sta weer in lekker licht. Zo. Het is morgen natuurlijk weer vroeg dat we met z'n allen weer in het gereel gaan. En Lana naar school gaat. Dus ik ben alvast dingetjes aan het klaarzetten. Ik denk dat het misschien wel leuk om te zien. Ik heb alvast brood klaargelegd met wat beleg. Maar ze zullen misschien iets uit de koelkast willen. Dus dat pak ik dan morgenochtend wel. En we hebben deze broodjes meegekregen van het feestje. Die ze zelf heeft gebakken. Dus ik denk dat ze dit heel graag willen. En ook om mee te nemen. Bochtjes voor het ontbijt. Voor Lana's fruit. Oh, daar pak ik nog even een appel voor. Maar dit is diepvries mango. En dan doe ik daar morgen nog wat stukjes appel bij. En heeft ze lekker fruit voor op school. Haar waterfles. Ze heeft deze nieuw van America Today. Die vindt ze helemaal leuk. En haar lunchbox. Ik heb wel een nieuwe besteld. Als die deze week nog binnenkomt, laat ik het aan jullie zien. Maar dus nu even deze. Maar brood smeer ik wel pas morgenochtend. Dat vind ik toch, denk ik, handiger. Ja, soms deed ik het ook al wel vooraf. Maar ik doe het nu even morgenochtend. En ook voor mijn eigen ontbijt. Dus dan staan er in ieder geval al wat dingetjes klaar. Waardoor we morgen gewoon een beetje op tijd zijn. Wat ik jullie nog niet heb laten zien. Is dat we eindelijk toch weer een jacuzzi hebben. De vorige was dus kapot. Zoals ik zei, toen we hem al hadden gekocht, was hij al kapot. Dus ik heb nou deze gehaald. Hij is wel blauw, maar goed. Hij valt op, zullen we maar zeggen. Maar hij is echt heerlijk. En ik denk dat Janik en ik er zo wel even in gaan. Dus dat laat ik wel even zien. Ik heb even mijn haar vastgedaan. Ik heb een nieuwe badpak aan. Die heb ik van de week binnengekregen van Come Get Fashion. Ik vind hem erg leuk. Ik ga hem niet compleet showen. Het is een beetje awkward. Maar goed, ik ga richting de jacuzzi. Ik doe eerst even mijn badjas aan. Want buiten is het natuurlijk aan de frisse kant. En die doe ik dan daar uit. Eerste schooldag, maandag. Ja. Heb je er zin in, Lana? Ja. Ja? Goed zo. En omdat het de eerste keer is, gaan we even met z'n allen. Want het is natuurlijk extra speciaal. En Lana heeft ook een ander gebouwtje in de school. Dus het is ook even zoeken hoe het valt. Dus we zijn daar ook heel benieuwd naar. Dus gaan we gelijk even naar de school. En het is hartstikke goed gegaan. Ze was nog een beetje zenuwachtig, merkte je. Maar je merkt het eigenlijk wel aan alle kindjes. Maar ze hebben een heel mooi nieuw lokaaltje. Het is helemaal verbouwd. Dus het ziet er echt heel leuk uit. Ik ga weer lekker aan het werk. Ik zit achter mijn laptopje. En ik ga even lekker wat uurtjes knallen. En nu zit ik even op de fiets. Want ik ga even tussendoor naar de nagelsalon. Want de nagels zijn echt even een kleurtje. Het is 4 weken geleden. Want mijn stylist was op vakantie. Dus ik kan het er weer even tegenaan.
Ik ben weer thuis. Ik ben super blij met mijn nagels. Ik zal het eventjes close-up laten zien. Zo kan je het beter zien. Een soort van nude-rossige kleur. Dan heb ik de ringvinger, zeg maar, met een beetje een glittertje. Je ziet aan deze kant. Ik ben er echt super blij mee. Ik ga nog heel even doorwerken. Dan is het lunchtijd. En daarna ga ik naar de sportschool. Ik ben weer lid geworden van de sportschool. Ik ben super fan van home workouts. Ik vind het heerlijk om thuis te sporten. Het is ook niet dat die motivatie ontbrak. Ik vond het heel fijn. Maar ik miste het ook heel erg om het sociale van de sportschool. En de gezelligheid. En het onder de mensen zijn. Ik werk natuurlijk vanuit huis. En ik ben veel thuis met de kids. En natuurlijk, we doen ook leuke uitstapjes. En vooral de zomervakantie deden we dat veel. Maar nu zijn we in het normale ritme. En ik merk toch dat ik het een beetje mis om onder de mensen te zijn. Wat je normaal gesproken hebt als je werkt. Bijvoorbeeld ergens. En ik spring natuurlijk ook wel met vriendinnen af. Maar ik vind het ook lekker om als me-time gewoon lekker even weg te kunnen. En daar is de sportschool voor mij ideaal voor. En wat ik daar in ieder geval doe aan workouts is, want ik ben nu een weekje lid, bodypump function. Function is maar iets van 25 minuutjes. Dat is best wel intens, dus het is veel krachttraining. Ik doe body balance, wat eigenlijk yoga is. En er is ook normale yoga, dus dat wil ik ook gaan proberen daar. Dus daarom ben ik weer lid geworden. En deze week wilde ik ook weer beginnen met de gezonde voornemens, dus ik zal jullie daar ook een beetje in meenemen. Ik roep het al langer, omdat ik weer wat gezonder wil leven. En de vakantie waren er zoveel leuke dingetjes, waardoor ik toch steeds weer wat extraatjes nam. Maar nu ga ik er echt helemaal voor. Dus ik ga vanmiddag lekker sporten. Ik ga zo lekker salade maken voor de lunch. Dus ik ben weer lekker bezig. Ik heb inmiddels al gesport. En ik heb inmiddels Lana opgehaald die hierachter zit. Die heeft er eerst schooldag gehad. Is goed gegaan, ja. Toch, schat? Ja. Was het leuk, gezellig? Leuk om weer op schooltje te zijn? We gaan nu naar huis en we gaan straks eten met mijn schoonouders. En ik denk dat we daar op de fiets heen gaan. Met de bakfiets, dus het is prima weer. Dus ik denk dat we dat doen, want we zijn weer in de sportieve mood. Hallo, wie heeft daar zo'n leuk staartje in? Ja, ben je zo'n mooi meisje? Klein kusje van jou. Oh, ben je zo'n lief schatje. Ja, Nana, hè? Mwah. Ik heb hier wel eens commentaar gehad op het haar van mijn kinderen. Ten eerste, ik begrijp niet helemaal dat je je daar druk om maakt. Maar ik doe heus wel eens wat met het haar van mijn kinderen. Meestal trek ik ze er alleen zelf uit. Maar ik ben benieuwd hoe lang dit staartje stand houdt. Tieten. Oh, dan gaan we het ook niet op nationale televisie zeggen. Tieten. Gaan vanavond weer drinken bij mama, oké? Ik weet echt niet hoe ze aan die term komt, maar als ze wil drinken bij mij, zegt ze dat. Terwijl we het nooit zo noemen. Ik zeg altijd, wil je borstje drinken? Wij zitten met z'n allen op de fiets. Ik heb er hier twee in de bakfiets. En Yannick die fiets met Felina. En we gaan fietsen naar opa en oma. Dat is gezellig. We zijn bij oma en er zijn hier allemaal peertjes rijp. Wow, heb jij peertje geplukt? Ja. Oh, wat goed. Kijk er nu. Ja, deze grote. Oh, die is groot. Zo. En nu zijn de bonbons rijp. Ja. Oh, wat goed van jou. Dat is goed gedaan. Slaasaus gehaald, want het is heel lekker op het stamppot. Ja. Andijvie, worstje erbij, zoetje, nog een beetje courgette. Lekker. Goedemorgen. Het is weer tijd voor een nieuwe schooldag. En zijn jullie weer klaar voor een dagje school? Lieve meisjes, veel plezier op school vandaag. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik heb om 8 uur een afspraak bij de psycholoog. Dus daar ga ik naartoe. En daarna ga ik door naar de sportschool. Dus ik heb even al mijn sportkleren aan en mijn tasje al helemaal gereed. En dan ga ik nu naar de fiets. Dus ik ga ook nog eens op de fiets. Ik ben echt helemaal healthy. Even de boel openzetten. En Yannick die brengt nou even de meisjes naar school. Dus heb ik even mee in de auto gezet. En die gaan nou naar school. En deze paas wil ook heel graag even wat uitzendtijd. Zo. En dan gaan we de fiets pakken en dan komen we Patty tegen, hè? En ik ben
weer terug. De sessie bij de psycholoog was heel goed, heel fijn. Het gaat eigenlijk heel erg goed, is wel de conclusie. Het was ook alweer een maand geleden, dus ja, het gaat heel erg goed. Ik maak mooie stappen. En ik merk dat ik steeds beter leer grenzen aan te geven en beter voor mezelf zorg. En doe waar ik blij van word, dus dat is heel goed. Dus daardoor voel ik me ook een stuk beter in mijn vel. Qua werk doe ik het rustig aan. Ik ben gewoon heel erg wat relaxter. En ik voel me gewoon wat beter. Dus dat is fijn. En toen ben ik gaan sporten. Dat was ook heel fijn. Ik ben nu een theetje aan het drinken. Dan ga ik me omkleden, douchen. En dan ga ik richting Breda. Ik ga lekker werken daar. Samen met Milou. We zijn allebei zzp'er. Dus we gaan naast elkaar zitten werken. Dat is natuurlijk super gezellig. En dan gaan we ook lunchen en bijkletsen. En dat is leuk. Dus daar ga ik me voor klaarmaken. Ik heb gedoucht. Ik zie er een beetje overbelicht uit. Mijn haar weet ik nog niet wat ik daarmee wil. Maar ik ben even aan het kijken wat ik aan ga doen. En ik heb weer wat nieuwe dingetjes mogen shoppen bij Come Get Fashion. Dus ik dacht ik laat jullie gelijk een soort shoplog zien. Als eerst deze superleuke top met zo'n... Ja, hoe noemen ze dat? Als eerst deze superleuke top. Wacht, ik laat hem even in de spiegel zien. Deze, die heeft een beetje zo'n waterval effect. En deze te gekke flared pants. En ik dacht, want ik ben maar 1,65 meter. Ik dacht, die zal me wel te lang zijn. Maar met zo'n broek gaat het eigenlijk best wel. Is maar een klein stukje wat misschien een beetje sleept over de grond. Maar het valt eigenlijk reuze mee. Dus die vind ik wel heel leuk zoals combinatie. Dan dit echt te leuke jurkje. Ik hou heel erg van dit soort drapeerjurkjes. Ik zou er iets meer borst bij kunnen gebruiken. Maar goed, ja, dat heb ik nou helemaal niet. Mijn nagels passen er trouwens ook leuk bij. Maar ik vind het wel echt een heel gezellig jurkje. Dan deze. Hij is mij een beetje oversized. Maar ik denk dat deze heel leuk staat met een legging. Maar dit is een beetje zo'n gezellig bloemenjurkje. Die ook wat meer in het najaar heel fijn wordt. Of in de winter zelfs met een panty. Dus die vind ik ook wel heel erg leuk. Maar misschien dat ik hem met een klein riempje moet dragen. Voor meer dit effect, zeg maar. Dan is dit het laatste lookje. Ook wel echt typisch Kelly, denk ik. Met zo'n soort broek die toch wel netjes is als pantalon. Maar ook wel een beetje baggy, zeg maar. Omdat hij hier zo een beetje oppoft. En daar heb ik dan dus dit shirtje bij gekozen. Zulke shirts zijn eigenlijk altijd een goed idee, vind ik. Passen eigenlijk overal bij en zitten ook heel erg lekker. Dus ik denk dat dit mijn outfit van vandaag wordt. Ik ben super blij met de items. Ik zal de linkjes even in de beschrijving zetten. Mocht je geïnteresseerd zijn. Dan ga ik nu de auto inspringen richting Breda. En daar zie ik Milou. Dan gaan we even lekker knallen. Ik ben weer thuis. Ik zie er moe uit zoals je kunt zien. Maar ik heb een hele leuke werkdag gehad. En ik ben nu aan het koken. En ik wilde gewoon broccoli soep maken. Ja, dan wil ik even de nieuwe pop laten zien. Maar ik had nog best wel wat tomaten over. Dus ik maak een soort van tomaten broccoli soep. Ik heb er wat kruidenkaas bij gedaan. Dan wordt hij lekker romig van. Dus ik denk dat het best wel een lekker soepje wordt. Ja. Het is dus broccoli, een hele stronk, twee uien, iets van zes tomaten. En een blikje tomatenpuree. En dan dus kruidenkaas. Gewoon van die, ja, soort boursin. En dan ga ik dus zo pureren. Ik vind hem best wel goed gelukt. Ik heb er nog mozzarella balletjes bij gedaan. En dan is het zo'n heerlijk soepje. Het is vandaag woensdag en ik ben inmiddels in Groningen, de mooie provincie Groningen, gearriveerd bij... Haha! Oh, dan heb jij een leuk touwtje aan je vlogcamera. Ja, grappig hè? Oh, hij heeft het helemaal live gewoon. Ja, dit is zo'n touwtje, ik zal hem even laten zien, die je normaal bij zo'n Instax-camera eraan hebt. Oh, die heb ik daar vanaf gehaald. Ja, precies. Ik zit er heel ongeïnteresseerd op mijn telefoon, maar ik ben vragen aan het zoeken voor een video. We zijn heel druk bezig, want we gaan dadelijk een video opnemen voor het kanaal van Will & Teen. En voor mijn kanaal ook. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. We hebben hier een heel lijstje met vragen voor jou. We gaan jou aan de tand voelen. Ik ben benieuwd. Maar de video die wij gaan opnemen, die gaat ook wel spectaculair worden. Oh ja? Oh, nu ben ik een beetje zenuwachtig. Ik ben bezig met de behind the scenes. En moet je kijken wat een fantastische studio ze hebben. Wij zijn aan het kokerellen voor de lunch en we maken een hele lekkere salade van watermeloen, feta kaas, munt en sla. En dat is een recept wat ik al aangeraden kreeg van volgers.
Dus nu ga ik het eindelijk echt proberen. En dan gaat er nog balsamico dressing bij. En dan hebben we echt super lekkere lunch. Mannen vinden het wel heel geil als je op hun hoofd gaat zitten. Oh. Lekker wel, dankjewel. Nou, het zit er weer op. We hebben 2 video's opgenomen en een podcast. Kijk, jullie kijken deze woensdag, dus alles staat al online. Dus zeker even checken, ook het kanaal van Willem 10 checken. Nou, dankjewel voor de gezellige dag. Ja, en dan ga ik weer richting het zuiden. Hele reis naar huis. Dankjewel. Ik ga weer op de bus zitten. Ja. En wij komen ook in de Brabant naar de Efteling. Sowieso. Wanneer die bevallen is, komen wij naar Brabant. Ja, want dan mag je dus ook in een achtbaan. Ja, inderdaad. Anders dan kun je niet... Ga je wel gaan we dan met of zonder kinderen? Ja, dat zeker bij nooit een achtbaan als je met kinderen... Nee. Als we nou met doen, en dan past Janiek even een paar... En dan, ja, goeie. Ja, dat vind ik ook. Dat is een goed idee. Kan Aniek wel. Janiek. Ja. Aniek! Ruim, nou ja, bijna 4 uur reizen, want ik had best wel wat vertraging. Ben ik weer thuis, ik heb lekker gegeten. Janiek had lekker pasta gekookt en de kids liggen inmiddels op bed. En ik heb een heel leuk pakketje binnengekregen wat ik even aan jullie wil laten zien. Want ik ga weer de spulletjes klaarleggen voor school. En daar hoort deze ook bij. En ik denk dat dit wel heel erg een leuke tip is voor andere ouders. Dit is een lunchbox en dit zijn bekers. Ik heb ze gekregen van bij Bieneke. Zij heeft ze dan dus speciaal met naam ontworpen. Heel leuk. Dus dit ga ik even klaarleggen alvast voor Lana vanmorgen. Ze zal er echt mega happy mee zijn. Dat weet ik het zeker. Ik zet even een kortingscode in beeld. Mocht je het ook leuk vinden, kun je die met 10% korting, als ik het goed zeg, bestellen. Ik heb inmiddels ook alles weer klaargezet voor school. Brood. Nou ja, pindakaas. Appel is voor mijn ontbijtje. De mango weer. En dan ga ik dus morgen een peertje bij snijden. En dus haar lunchbox alvast. Die ga ik morgen vullen. Dus alles staat weer netjes klaar, zodat we morgen mooi op tijd zijn. Klaar voor een nieuwe schooldag, schatje. Goedemorgen, het is de dag erna. Het is vandaag donderdag. Ik ben nu pas aan het vloggen. Het is 3 uur 's middags bijna, dus ik ga Lana halen. Op de bakfiets met Amy. Maar ik heb weer een blaasontsteking, dus ik heb de hele dag echt veel rust hergedaan om daarvan bij te komen. En nu denk ik, ik kan wel een beetje in beweging. Dus we gaan even lekker fietsen met de kindjes. Ik heb ook echt onder een steen geleefd, letterlijk. Want het is echt super warm. En ik heb alleen maar een zwarte lange broek aan. Maar ik had best wel een rokje aan kunnen doen. Maar dat voelde echt niet zo vanmorgen. Toen ik rillend in bed lag, omdat ik me niet lekker voelde. Nu zijn we even in de Lidl, even wat boodschapjes halen voor het eten voor vanavond. Ik denk dat we nasi gaan maken en daar wil ik eigenlijk deze broccoli rijst voor gebruiken. Dus ik ben benieuwd. Ja, hè? Goed idee toch? Ja, dat is wel heel lekker volgens mij. Ja, is goed. Heel veel groente en dan gaat er ook even dit bij. Dit is puur chocola. Ja. Ja, goed zo Amy. Ja. We moeten de kruiden gaan zoeken. Ja. Zo, en deze is voor morgen. Tomaten. Dat heb ik uitgekozen. Weer saté en nasi mix. En deze heb ik uitgekozen. Lintje. Zitten jullie aan met de kussen, jullie? Papa. Oh, papa. Ik ga koken. We zijn dus weer terug. Ik ga nasi maken met broccoli rijst. Geen idee of het lekker is. Ik denk wel, maar ik hou heel veel van broccoli. Ik hou van heel veel groenten bij elkaar. Lekker gezond, denk ik zo. Behalve dan dat ik nasi kruid uit een pakje gebruik. We zijn echt al tijden niet meer bij de Lidl geweest. Dit is niet gesponsord, mocht je dat denken. Maar we kwamen er langs gefietst. Dus ik denk, kijk daar eens. En ik zag dus dat ze dit hier hebben. Maar ook courgette spaghetti. En ik merk met mijn diabetes dat... dat het voor mij beter werkt om minder koolhydraten te eten en meer vetten en eiwitten, groenten, dat soort dingen. Dus daar ben ik een beetje mee te experimenteren. Geen idee of dat een blijvertje is, maar hè, we proberen het gewoon. Even kijken hoor. Ik heb wel heel lui van die pakketten gehaald. Dus deze en deze. En dan heb ik ook nog champignons. Dus ik ga er even iets van in elkaar flansen. Het wordt wel een hele aparte nasi, want ik maak het met gehakt. En ik doe champignons doorheen, dus het is echt een beetje... We gaan het zien. Ik denk dat het wel lekker is, maar nou, voor wie kijkt en denkt, dat is geen nasi. Ik ga er ook nog ham doorheen doen. En we hebben dus nog kipsaté. Dus het is een hele bijzondere combi. Maar wat het gaat worden, gaan we zo zien.
hebben ook nog twee eieren aan toegevoegd en een beetje ketchup. De broccoli rijst moet je 1 minuut laten koken, dus dat ben ik nu ook aan het laten doen. En dit is het eindresultaat. Vind je het lekker, Lana? Ja. En jij en Niki, je hebt al een beetje voorgeproefd. Vind je het lekker? Ja, ja. Ik vind het ook lekker. Je proeft de broccoli er eigenlijk niet in, dus dat is echt top. Ik wel. Oh, jij wel. Maar het is wel lekker, toch? Ik vind het niet lekker. Oh, het was echt super lekker. De kinderen hebben uiteindelijk ook alles op. Dus dat is top. Zelfs Amy, die eerst nog zei dat het vies was. Dus dat is fijn. Inmiddels liggen de meisjes op bed. En we zijn met Amy nu volop bezig met zinnelijkheidstraining. Wat best wel altijd een dingetje is. In de volgende vlog ga ik het daar dieper over hebben. Wat wij doen, hoe wij het aanpakken. En hoe het ons best wel makkelijk daardoor vergaat. Dus daar ga ik het in de volgende vlog over hebben. Ik ga deze afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet had gedaan. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei!